toen ik jaren terug voor de eerste keer van iemand de vraag kreeg, wil je me slaan? Dan ben ik heel erg geschrokken. Dacht ik echt, dat kan toch niet? Als je gehandicapt bent, dan kan toch niet dat je dan ook nog geslagen wordt? En toen later vond ik het heel dom van mezelf, van alles wat iemand zou kunnen wensen op seksueel gebied. Is, een persoon kan dat wensen, dus iemand die gehandicapt is of ziek, kan dat ook wensen. Het zijn gewoon mensen. Dus ze hebben precies dezelfde wensen als die iedereen kan hebben. Toen Tika jong was, toen heette ze geen Tika. Ik heette vroeger Astrid. Ik ben geboren als Astrid. Hoe ik was vroeger, niet extravert, absoluut niet. Een beetje zeer introvert, droevig, een beetje depri-achtig, stil. Dat soort dingen allemaal. Dus ja, nee, ik was geen blij kind. Ja, nu doe ik allerlei dingen waar ik hartstikke blij van word. En yoga is echt, yoga en meditatie. Meditatie heb ik jaren gedaan. En nou, meditatie is verstilling, is belangrijk. Yoga maakt je lichaam soepel. Nou, jaren terug zat ik echt soort opgesloten in mijn lichaam. Echt super geweldig dat ik lenig ben. Nou, dat blijf ik door yoga te doen. Dus dat onderhoud ik zeker, zeker heel graag. Ik ben opgegroeid, geboren en opgegroeid in Den Haag. Geboren, getogen, Hagenees. En ja, wel op meer dan 50 plekken vertoefd, maar allemaal in en rond Den Haag. Ik werkte in de zorg. Daar ben ik eigenlijk gaan nadenken over het gemis aan intimiteit en seksualiteit en de frustratie die kon ontstaan. Maar we hebben de tijd dat als je regulier in de zorg werkt, dat jij niet degene mag zijn die met intimiteit of seksualiteit helpt. En mijn idee was om eens een keer iemand te bezoeken die gehandicapt was. Ik dacht toen aan een lichamelijk gehandicapt iemand waar ik mee zou kunnen praten ook. Toen ik iemand bezocht had, merkte ik dat ik mensen heel blij kon achterlaten. En toen kwam het idee om meer te gaan doen, meer sekswerk voor gehandicapten. Ik kom bij mensen die meer complex gehandicapt zijn, die zelf niet kunnen telefoneren. Het moet voor hun geregeld worden. Ze kunnen de groep die zichzelf ook niet meer kan aanraken. Dat vind ik een groep waar ik heel graag, die ik graag bezoek, die ik graag ze wil helpen. Ruud is een gehandicapte man die ik al heel lang bezoek in Rotterdam. Hij was gewoon student, hij is ziek geworden. Hij is dan langzaamaan gehandicapt geworden. En wel zo gehandicapt dat hij echt totaal afhankelijk is van zorg. Ruud kan ook zijn handen niet meer gebruiken. Dus soms wil hij echt absoluut geholpen worden op seksueel gebied. Hey Ruud. Hallo. Hallo. Hoe is het? Lekker. Echt? Ja. Oh. Nou, als hij dan zijn chaudrans heeft gehad en trekjes van de joint, dan ga ik naar de badkamer, dan doe ik wat kledingstukken uit, dan ga ik terug naar hem en dan stap ik naast hem in bed. Zo, 1, 2. Die groene blubberblog als je het in hebt. Het heeft wel eens lekkerder gelegen. Oh, wat nog een plek. Meneer Ben. Oh,
is gewoon een taboe. Dat is gewoon heel duidelijk merkbaar. Gelukkig steken mensen zich ook elkaar positief aan om dit onderwerp te omarmen. En dat is wel iets wat gaande is. Dus daar ben ik heel blij om. Dat helpt. Bijvoorbeeld bij Ruud, die zo open staat voor... Die wil wel gefilmd worden en alles. Dus ik ben hem dankbaar dat hij meedoet aan het taboe opheffen op die manier. En Ruud die gebruikt de tijd dat ik er ben om ook te drinken, te roken, wat te eten soms. En Ruud heeft heel veel zorg nodig. En in het begin kon hij ook een flesje drinken naast hem pakken en zelf wat drinken. En dat kan al heel lang helemaal niet meer. Om en om. Oh, ik dacht tegelijk. Ik dacht een papje in je mond. Nee, om en om, toch? Nee, mijn lippen. Oh, de muesli en de... Om en om. Nou, en ook melk. En de melk om en om. Ja. Ik begrijp er allemaal niks van. Een vriendin van Ruud heeft mij opgebeld. Die was via achter mij gegevens gekomen. Die belde op en die vertelde van dat ze echt heel veel om Ruud gaf. En dat Ruud eigenlijk intimiteit... seksualiteit miste en wel eens aan haar had gevraagd om hem ook daarbij te helpen. Maar dat wil en kon ze echt niet doen. Maar ze gunde hem het wel en heeft toen belde mij en heeft erover verteld. Ja, omdat het lijkt dat hij zich sociaal niet zo heeft kunnen ontwikkelen, heeft dat zoiets van hij is een heel groot lichaam, maar hij kan daar helemaal niks mee. En ook... merk je dat hij sociaal, dat helemaal niet werkt. En het is op een of andere manier, wil je hem helpen. Je wilt hem extra helpen. En dat, ja. Jammer dat het nodig is. Jammer dat het nodig is. Ja. Maar wel leuk dat je er bent. Oh, leuk. Maar hoe had je het beter gevonden? Als het niet nodig was, hoe ziet dat eruit? Nou, dat wil je nou hebben. Het is natuurlijk heel mooi dat wat ik er aan verdien of wat ik ervoor krijg is dat is natuurlijk het is heel veel wat ik ervoor krijg. Waardoor ik het ooit meer ben gaan doen of kon gaan doen is dat ik mensen met zo'n goed gevoel achterlaat. Dat zij mij dat gevoel dat komt op mij over. Ik neem dat met me mee. En dat groeit. En dat wil ik heel graag doorgeven. En dat is iets... Dat klinkt heel zweverig. Maar het is werkelijk zoals het werkt voor me. Ja, ik werk voor Stichting Humanitas. En dan voor het expertisecentrum seksualiteit, sekswerk en mensenhandel. Humanitas is natuurlijk een hele brede organisatie. Vooral heel erg bekend van de ouderenzorg en de thuiszorg. Daar werk ik niet. Ik werk voor een afdeling die ondersteuning biedt aan mensen die erotische dienstverlening aanbieden. En daar op een of andere manier een vraag bij hebben. In het geval van Tika, naast haar werk wat zij als zelfstandige doet, als sociaal erotisch dienstverlener met mensen met een beperking, is zij ook collega van ons en is zij in dienst bij ons. Dat is een samenwerking die we redelijk recent zijn aangegaan. Zij werkt nu bij het expertisecentrum seksualiteit, sekswerk en mensenhandel, waarbij we graag van haar deskundigheid gebruik willen maken. En tot nu toe is dat vooral dat ze dat in de vorm van voorlichtingen eigenlijk ook aandacht kan vragen voor het onderwerp. Ja, ik ben dan gastspreker bij gastlessen op scholen of opleidingen voor in de zorg. En daar merk ik echt heel vaak in het begin een terughoudendheid en dat lost echt op. Bij mensen in de zorg is het zo ontzettend fijn om daarin iets te kunnen betekenen. Omdat zij degene zijn die de gehandicapten of de mensen met een ziekte of beperking of oudere mensen meemaken. Zij kunnen voor hun iets doen. En als zij er meer over durven spreken, dan kunnen ze ook diegene meer helpen. En het onderwerp meer bespreekbaar maken.
Dus in de samenwerking die we nu zijn aangegaan met Tika, willen we eigenlijk bijdragen aan ook haar strijd en met haar collega's in het bespreekbaar maken en bewustwording rondom het onderwerp sociaal-erotische dienstverlening. Dit is een boek over het verborgen wereldje van sociaal-erotische dienstverlening. Hij is naakt, maar ik moet een bikini aan hebben van hem. Ik mag absoluut niet naakt zijn van hem. En dat kan je daar niet zien. Maar het is echt zo. En zo hele speciale wensen kom je soms tegen. Een stukje liefde. Dat is uit 2015. En nou in eind 2017 komt het boek Het Cadeau. Oh, hier. Daar heb ik wel een antwoord op. Waarschijnlijk is het boek sinds vanochtend zo goed als af. Sowieso gaan we aan de binnenkant aan het verhaal niets meer doen. De binnenkant wordt opgemaakt door de vormgever, Erik Cox. Als hij tevreden is over de binnenkant, laat hij dat zien. Als ik het oké vind, kan het naar de drukker. En als het goed gaat, is 5 december het cadeau er. Nou, het is een heel indrukwekkend verhaal, non-fictie. Het is uit de tijd dat Tika's vader zwervend werd gevonden. En bij deze meneer heeft zij een behoorlijk heftige jeugd beleefd. En eigenlijk in die tijd heeft Tika een dagboek bijgehouden, wat er allemaal gebeurde. En het knappe is dus, Tika heeft aantekening gemaakt in die tijd. En het is dus gewoon, het leest zo goed en het is zo knap geschreven, dat dit dus ja, in boekvorm gegoten kon worden. Mijn zoon was, toen we allemaal in één huis woonden, was hij in de puberteit en hoorde mij natuurlijk telefoneren over met klantjes afspraken maken. Dus ik ben op een moment heb ik gekozen tegen hem te zeggen. En ja, toen was hij denk ik 16 of zo. Dus dat was echt heel grappig. Want toen zei hij echt zo, oh, dat is wel sociaal. Nou, dacht ik, nou, verder moest ik maar niks meer over zeggen. Het is ook logisch. En toen op een moment vertelde ik aan hem dat ik uitgenodigd was een TED-talk te doen. Dus toen zou ik in Amsterdam, de Schouwburg, voor meer dan 600 mensen spreken. Toen heb ik dat hem verteld, want ik wist dat er een filmpje op internet zou komen. En toen ik hem dat verteld had, toen ik dat deed in Amsterdam, ging ik van het podium af. Ik zette mijn telefoontje aan. En toen ik mijn telefoontje aanzette, was mijn eerste bericht was van mijn zoon. En die schreef, mam, ik heb het gezien en je hebt het hartstikke goed gedaan. Nu was ik helemaal blij. Dus nu is het helemaal goed. Ja. Mensen vragen heel vaak, hoe lang denk je dit nog te kunnen doen? En toen ik hiermee begon, dacht ik, nou, dit kan ik een aantal jaartjes doen. En dan houdt het op, want je kan het niet eeuwig blijven doen. Maar nu zeg ik wel eens voor de grap, ik blijf het doen tot ik doodga. En ik laat het gewoon maar gebeuren. Als ik word gevraagd, als mensen er blij mee zijn dat ik langskom, nou ja, dan gaat het nog wel een tijd door dat ik langs kan gaan. Ik zou me een wereld wensen waar natuurlijk geen oorlogen zijn, waar over en weer begrip is, liefde, over en weer voor iedereen, zonder oordelen. Het zou een geweldige wereld worden.